De aanpak van de corruptie die uitblijft baart ons nog steeds zorgen. Dit zei doeparlementariër Karel Breeveld dinsdag in de Nationale Assemblée, waar hij weer eens aandacht vroeg voor de aanpak van corruptie. In dit land is er geen president als deze geweest die zich zo nadrukkelijk en bij herhaling tegen corruptie en verkwanseling van staatsmiddelen heeft uitgesproken, zegt Breeveld. Hij geeft aan dat hij vaak gevallen van vermeende corruptie heeft aangehaald in de Nationale Assemblée. Echter is het onderzoek ernaar nooit gekomen. Integendeel werd er geroepen, kom met bewijs. Nu liggen er uitgebreide kladrapporten bij de minister van Financiën onder wie het klad resorteert. Daarvan hebben wij zelf in het parlement ook enkele kopieën gehad. Excessieve uitgaven komen daarbij aan de orde als we die rapporten bestuderen. Je hoeft geen macro-econoom of jurist te zijn om in te zien dat hier sprake moet zijn van misbruik van middelen van ons volk. Miljoenen zijn weggemaakt. Miljoenen zijn weggemaakt. Mijns inziens is corruptie een structureel onderdeel van het beleid geworden. De minister antwoordt mij, nadat ik hem vroeg afgelopen week over met name de kladrapporten, dat juristen dit onderzoeken. Dat lijkt me vreemd. Waar is de voortvarendheid gebleven om achter deze middelen te komen en daders te verplichten die weer te storten, terug te storten in staatskas? Het assembleelid zegt dat hij de slagvaardigheid van de regering om corruptie aan te pakken mist. Hij noemde weer voorbeelden op van corruptieve projecten zoals Carivesta, naschoolse opvang en het Wanica ziekenhuis en de corruptieschandalen op de ministeries van Sport en Jeugdzaken en Onderwijs. Deze gevallen zijn bekend en toch gebeurt er niks. Er moet iets gebeuren. En ik geloof dat juist omdat deze president, en daarom blijf ik erop hameren en ik zal het blijven doen, voorzitter. Omdat de president juist heel duidelijk heeft aangegeven dat hij een kruistocht wil tegen corruptie. Omdat hij wil inderdaad dat verkwanseling van staatsmiddelen moet stoppen. Nou, dan is het niet anders dat het in deze regering aangepakt moet worden. En ik kan niet teruggaan naar vorige regeringen. Ik moet nu praten omdat het deze regering is die aan de macht is en de maatregelen moet nemen. Ik roep daarom op, de president op, om de daad bij het woord te voegen. Dank u wel. Doe parlementariër Karel Breeveld. Hij heeft dinsdag in de Nationale Assemblée er weer eens op aangedrongen dat de corruptie moet worden aangepakt.